Vandaag maken we parketta, een Italiaans gerecht en het is een varkensrollade van varkensbuik. Ja, we hebben hier een ontzettend mooi stuk vlees liggen en zoals je ziet, de ene kant van het vlees is wat dikker dan de voorkant. Dus we gaan straks eventjes een stuk van de soert wegsnijden. Dan gaan we mooi kruiden, we gaan hem vlinderen, zodat we veel kruiden kunnen toevoegen en veel smaak in het gerecht aanbrengen. Dus we hebben tijm, rozemarijn, salie, basilicum, natuurlijk knoflook en we gaan het rasp toevoegen van een citroen en een gedeelte van de sinaasappel. Ja, citroen en sinaasappel, dat werkt natuurlijk super mooi met varkensvlees. En wat trouwens belangrijk is, omdat we een stuk buikspek met zwoerd hebben, hebben we hem vannacht in de pekel gehad. Dus we hebben de bovenkant hebben we dik in het zout gezet. En je voelt het nu ook, die is al mooi ingedroogd. En dat is belangrijk voor het eindresultaat. Vaak zie je mensen die rollen hem over de korte kant op. Maar zoals je ziet hebben we een groot verschil in dikte aan de achterkant met de voorkant. Dus wij gaan ervoor kiezen om hem andersom op te rollen. Dus zeg maar zo. Dat betekent, wij willen die zwoerd niet meer rollen. Ja? Je ziet heel vaak dat ze hem gewoon oprollen, heb je die zwoerd in het vlees. Wij denken dat het eindresultaat mooier wordt als we dat eens niet doen. Dus we gaan er een stuk van wegsnijden en dan kunnen we een hele mooie opgerolde rollade maken. Het vlees willen we natuurlijk wel gebruiken, dus we snijden met het mes onder de zwoerd en het vet door, zodat we straks voornamelijk vlees overhouden. Nou, we gaan hem even vlinderen. Ja, waarom? Nou, in de eerste plaats is het een dik stuk vlees. Dus als we hem vlinderen, dan krijgen we meer oppervlak. Dan krijgen we ook meer mogelijkheden om te kruiden. En met zo'n groot stuk vlees wil je eigenlijk heel veel smaak toevoegen. Dus we gaan hem omdraaien. Dat is natuurlijk prachtig. Vlinderen kun je op twee manieren doen. Je kunt hem eigenlijk zo insnijden en je kunt hem ook insnijden en dan openklappen. Ik kies daarvoor, dus dat betekent, we gaan hier ongeveer in het midden naar binnen. Dan maken we, als het ware, een inkeping. Zo. De andere kant. Zo, kijk, we hebben nu een veel groter oppervlak gecreëerd. Ja, dat geeft ons de mogelijkheid om mooi veel kruiden toe te voegen. Eerst dit gedeelte. Dan klappen we hem terug dicht. Komt hier nog weer een, komt hier nog weer kruiden overheen. En dan rollen we hem op. Ja, en dan hebben we natuurlijk een super smaakvolle parketta gemaakt. Dus we kunnen beginnen met kruiden. Ik begin met wat onbewerkt zeezout. Dat is grof, nat. En ja, voor ons de favoriete zoutsoort om mee te werken. Als we straks gaan verwarmen, dan zul je zien dat dit smelt door de verwarming. Waardoor het eigenlijk een soort filmlaagje in het vlees werkt. En daarmee, ja, omdat het sappig is, mooi inwerkt met de smaken van de andere kruiden. Peper, niet aan de buitenkant, omdat we op vrij hoge temperatuur straks gaan garen. Dan zou de peper verbranden. Dus mooi in het vlees blijft het op lage temperatuur. Nou, dan gaan we knoflook, vers geperste knoflook, gaan we toevoegen. Hier en daar wat, wrijf het straks zo een beetje in. We bewaren natuurlijk nog wat voor als we hem straks weer dicht hebben gevouwen. Maar dit gaat straks werken als we garen. En dan in het geheel trekt dat natuurlijk mooi in het vlees en dat is wat we willen. Super veel smaak. Basilicum ertussen. Een beetje fijn gemaakt, geeft zo'n ontzettend lekkere smaak. Wat salieblaadjes. Wat tijm en rozemarijn. Ook gewoon de takjes eraf. Ik denk dat het ontzettend lekker wordt. De geur van die verse kruiden die komt nou al zo mooi naar voren. Als dat straks een paar uur op de barbecue ligt, nou, ik hoef je niet te vertellen wat er gaat gebeuren. Ik kan nou al niet wachten. Maar het duurt nog gewoon een uurtje of zes dus. De rasp van citroen. Citroen en varkensvlees, dat blijft gewoon een gouden combinatie. Altijd. Dus dit is heerlijk. Zorg dat het een klein beetje overblijft voor zeg maar de tweede laag. Zodat we het geflinderde deel weer terugklappen. En de sinaasappel. Zo. Nou,
Dat was deel 1. Dan gaan we eens kijken. We klappen hem weer dicht. Zorg er mooi in de vorm. De kruiden er mooi tussen. Heerlijk wat dat. Doe de tweede ronde. Nog een klein stukje. Hieronder hebben we natuurlijk al kruiden liggen. We hebben alleen het dikke gedeelte geflinderd. Wat zout en wat peper. De rest van de knoflook. Dan pakken we nog wat basilicum. Voilà. De salie. Ja, die Italiaanse keuken is natuurlijk fantastisch. Heel gevarieerd. Mooie smaken. Maar je kunt er ook alle kanten mee op. Dus veel Italiaanse gerechten. En die kun je op zoveel verschillende manieren maken. Zodat wij ook onze eigen creativiteit erin kwijt kunnen. En waar we voor staan. Het pure en het ja, puur natuur. Dus ja, ik hou er wel van. Zo. Nou, dan is hij klaar om op te rollen. En dan kan hij op de barbecue. En dan, ja, dan komt de magic. Want dan gaat hij garen en dan trekken die smaken allemaal in dat vlees. En hopelijk hebben we straks een hele mooie ja, varkensrollade met iets knapperige buitenkant. Want daarvoor hebben we die zwoer natuurlijk ingepekeld. En nu moet hem oprollen. We zeiden al, je kunt hem over de korte zijde oprollen. Maar door de dikte, het verschil in dikte in het vlees denken wij dat hij minder mooi wordt. Dus we rollen hem andersom op, over de lengte. Dan moeten we eventjes kijken. Het stuk waar we net de soort hebben weggesneden, deze kant, de vleeskant, daar beginnen we. Maar eerst ga ik een paar stukjes touw klaarleggen, zodat we zo meteen ook nog vast kunnen knopen. Nou, we gaan hem oprollen. Iemand anders nog iets? Kijk, omdat we dat stuk zwoerd hebben weggesneden, zie je nu dat de binnenkant gewoon vlees bevat. Anders had je die zwoerd er nog ingerold. Ja, en heb je straks natuurlijk nog dat extra stuk zwoerd in het vlees. Wij denken dat op deze manier ja, het eindresultaat veruit het mooiste wordt. In ieder geval super botermals van binnen. Dus we gaan hem opknopen. Zo. Even een paar keer eronder door. Extra knoopje erin. Zo, dan zit hij vast. En dan snijden we hem af. Er zijn altijd mensen, en die vinden het ook mooi, die reageren. Ja, geen officiële slagersknoop, geen officiële slagersknoop. Dat klopt, maar wij hebben niet de illusie dat iedereen thuis die dit gaat namaken een officiële slagersknoop kan knopen. Dus dit werkt super effectief. En houdt het vlees mooi bij elkaar. Dus waar maken we ons druk om? Dan hebben we nog de buitenkant, de zwoerdkant. Ja, daar kunnen we peper en zout op doen. Maar we gaan op redelijk hoge temperatuur gaan we garen. Dus dat betekent de peper zal verbranden boven de 150, 160 graden. Dus dat willen we niet. Dus we doen er een klein beetje zout op. En dan kan die al snel op de barbecue. En dan laten we de tijd zijn werk doen en de temperatuur. Dus ik wrijf hem even een beetje in. We leggen hem op de Primo Oval 300 in dit geval. Dus een mooie ovale barbecue met veel grilloppervlak. Dus dat moet goed komen. De barbecue staat nu op 200 graden. We gaan hem indirect maken, dus hij zal zakken naar 170 graden. En daar laten we hem op garen. Om die reden dus, alleen maar zout erop, geen peper. Want dat hangt net op de grens of de peper zal gaan verbranden. Dus we geven het de tijd. En moet je kijken wat er mooie resultaten van komt. We gaan een klein beetje rook toevoegen voor extra aroma. Appelhout en varken is natuurlijk een super mooie combinatie. Tussen een houtskool. Maak hem indirect. Zo. De lekbakjes eronder. De roostertjes erop. En dan kan die erop. Hij past echt net op die 300. Dan gaan wij eens kijken hoe hij zich de komende uren gaat ontwikkelen. Het kan niet anders dan goed komen. De parketta ligt er al een tijd op. Een paar uurtjes. Als je nou kijkt, ja, je ziet het heel mooi. De zwoer is mooi gekleurd geraakt. Is al wat harder aan het worden, wat knapperig. Vlees aan het garen. Ik tel nu 61 graden, dus nog een graad of 4.
Dit is het moment voor ons om de temperatuur wat verder op te halen, zodat hij nog wat extra knapperig wordt. En dat doen we in dit geval omdat hij volledig indirect is ingesteld door het deksel helemaal open te zetten. En dan laten we hem opkomen tot maximaal 200 graden. Ik denk een klein half uurtje en dan is hij op temperatuur. Kijk eens wat een ding. Die geur die is echt fantastisch. Je wil eigenlijk maar één ding, aansnijden en opeten. Dus dat gaan we doen. Wat ik altijd vind met een groot stuk vlees, als je niet alles meteen aansnijdt, laat dan mooi nog een deel intact. Dat is prima. Ik ga eens kijken. Moet eens kijken. Zo, moet eens kijken hoe dat eruit ziet. En die geur, je ruikt gewoon het zure van de citroen, de verse kruiden. Ah, dat is echt onvoorstelbaar. Wow. Nou, het mooiste van elke keer, hè? Proeven. De geur is fantastisch. Hij ziet er super mals uit. Er is nog veel vacht in. Ik ben heel benieuwd. Daar gaat hij. Die buitenkant. Je proeft zelfs nog mooi een beetje die rooksmaak. En op het moment dat je het vlees koudt, komen al die smaken die we hebben toegevoegd door de verse kruiden, die komen terug. Echt ontzettend lekker. We gaan er even van proeven. Nog wat eten. En we laten het ook even een stuk afkoelen. Ik ben heel benieuwd hoe die morgen is. Maar met die verse kruiden is echt een feestje. Echt super mooi. Nou, dat was weer zo'n video. Als je hem dan mooi vond, geef even een duimpje, want dat vinden we hartstikke gaaf. En wil je niks missen van al onze video's, want er komt al veel meer. Abonneer op ons kanaal. En wat we nou echt gaaf zouden vinden, als je nou het recept hebt gemaakt, deel dan ook eens het resultaat. Want dat vinden we mooi om terug te zien. En wat je ervan vond. Dus tot de volgende video.